De belangenvereniging Geen Noordtak Velp, GNV, roept inwoners van dorpen en steden aan de IJsselijn op massaal mee te doen aan de protestmanifestatie op vrijdag 1 november in Zutphen tegen toename van het aantal goederentreinen. De manifestatie wordt georganiseerd door de overkoepelende belangenorganisatie RONA, regionaal overleg Noordelijke Aftakking, en start die vrijdag vroeg in de avond. Waarom een protestmanifestatie? Ja, een protestmanifestatie. Eind november neemt staatssecretaris Mansveld een besluit over al of niet meer goederenvervoer over bestaand spoor door onze dorpskernen. Het is al 20 jaar een issue van goederenvervoer of niet meer. De politiek heeft vanwege alle haken en ogen die eraan zitten steeds maar uitstel. En wij bewoners van langs het spoor vinden dat nou waar het van uitstel ook afstel moet komen. Ja, op dit moment rijden er incidenteel goederentreinen overdag en regelmatig in de nacht tussen 1 en 3 uur 's nachts rijden er 1 of 2 treinen. Maar met de plannen zoals staatssecretaris Mansveld die voornemens was, zouden dat er 1 tot misschien wel 2 per uur worden. En dan kan je voorstellen als je midden in de nacht elk uur of elk half uur een wekker hoort overgaan, dat je dan niet goed kan slapen. Ja, we hebben het nu vooral eventjes over de IJsselijn. En welke rol speelt de Betuwe-route daar nog bij? Ja, nou, de Betuwe-route is op zich, wat je veel kan zeggen, we zijn ook niet tegen goederenvervoer op zich. De Betuwe-lijn die loopt door met het voornemen om dat een aansluiting te hebben in Duitsland. Alleen aan de Duitse kant is op dit moment de aansluiting nog niet goed geregeld. En dat betekent dat we vanaf de Betuwe-route vanaf Arnhem een aantal alternatieve routes moeten worden gevonden, waaronder de IJsselijn. Ja, 1 november dus de protestmanifestatie. Waarom hebben jullie gekozen voor vrijdag vroeg in de avond en niet bijvoorbeeld ergens overdag, als er misschien meer mensen in de buurt zijn? Ja, nou, we hebben voor 2 dingen gekozen. Eentje is Zutphen, omdat Zutphen een centraal punt is. RONA, het regionaal overleg met alle belangenverenigingen hier in de, vanaf Oldenzaal tot en met Elst, die zijn daarin verenigd. En we hebben gekozen voor vrijdag vroeg in de avond, omdat we een aantal mensen na hun werk dan ook aan die manifestatie kunnen deelnemen. En wat gaan jullie daar ter plekke precies doen? Nou, er zijn informatiestands. We zullen een protestroute volgen met spandoeken en met lichtjes. Dus we roepen iedereen op, ook uit Velp met name, van doe mee vrijdag. We verzamelen hier bij het station. Om 6:30, om 7:30 begint de manifestatie in Zutphen. Ja, jullie willen dus eigenlijk niet meer treinen dus dan er nu rijden. Maar ja, hoe zou dat goederenvervoer dan plaats moeten vinden richting het noorden van het land? Ja, nou, het is meer ons achterland, dus Europa. Rotterdam heeft er heel veel baat bij dat vervoer vanuit de hele wereld via Rotterdam binnenkomt. Maar als je het op een grote schaal bekijkt, dan kunnen vervoerders ook kiezen voor Hamburg of voor Antwerpen. En dan komt het veel dichter bij de afnemer in de buurt. Dus het feit dat wij hier geconfronteerd worden met goederenvervoer door onze bestaande dorpskernen, dat komt eigenlijk omdat Rotterdam een grote haven wil blijven en heel veel vervoer, transport en goederen wil aantrekken. De protestmanifestatie op vrijdag 1 november begint om 7:30 op station Zutphen en duurt tot ongeveer 9:30. Meer informatie is in te winnen via www.geennoordtakvel.nl of rona-info.nl.